Dit weekend speelt NEC een uitduel tegen Helmond Sport. De wedstrijd tegen Jong PSV was er eentje met positieve en negatieve kanten. Trainer Jack de Gier kijkt terug op een bewogen wedstrijd. Ik denk dat je heel veel positieve en negatieve elementen kan halen uit het duel met Jong PSV. Wat overheerstig? Toch nog wel altijd de teleurstelling dat we twee punten hebben laten liggen thuis. En daarmee doelen we op de eerste helft waarin eigenlijk we verdiend met 2-0 voor staan. En dat we dat onnodig weggeven net voor rust. En dat we daardoor eigenlijk weer opnieuw moesten beginnen. En vervolgens nog eens een keer een inhaalrace moesten gaan neerzetten. Wat we dan wel weer goed gedaan hebben. En uiteindelijk dan weer dat punt oplevert. Wij moeten het nog even hebben over die wereldgoal van jou. Ja, vertel. Nou, hoe kom je erop? Ik zag hem al een paar keer staan tijdens de wedstrijd. En ik heb het wel eens eerder geprobeerd, maar toen eindigde ik die bij de cornervlag. En nu dacht ik, nu zag ik hem weer staan en het moment ontstond. En ik had ruimte, dus ik denk, even kijken waar de keeper staat. En die stond ver genoeg, dus ik denk, probeer het gewoon. En ik raakte hem lekker en hij ging erin. Hoe wil je ervoor gaan zorgen dat je tegen Helmond wel weer een keer een clean sheet kan houden? Nou ja, we zijn altijd bezig met de verdedigende organisatie en het aanvallen. Dus je gaat er altijd vanuit dat je de nul kan houden. En kijk, je bent in bepaalde fases afhankelijk van je organisatie. Dat is één. Nou ja, als die goed staat, heb je altijd nog met individuele spelers te maken, met keuzes. En als dat allemaal goed is, dan hou je de nul. Dan is het vervelend dat Rens van Eijden het trainingsveld heeft verlaten. Wat is er met hem gebeurd? Rens heeft last van zijn knie en die is niet fit genoeg om morgen te spelen. Dus nemen we daar ook geen risico mee. Dan Jordan Okita, die is wel weer fit om te spelen na die hersenschudding of wat het was precies? Ja, nou ja, goed, achteraf is dat allemaal meegevallen en was het de botsing op zich. Jonathan heeft de hele week getraind binnen, gedeeltes buiten, heeft vandaag met de groep getraind en heeft nergens reactie op. Dus die kan gaan spelen eventueel. Dan nog Helmond dus, die staan volgens mij 15e of 16e. Jullie staan 4e. Wat zegt die ranglijst op dit moment voor jou? Nou, niks. Ik heb altijd alle respect voor elke tegenstander. En wij moeten naar onszelf kijken. En wij zijn zelf zitten in een fase waarin we de punten willen halen. Dat we wedstrijden winnen. En dat vind ik het belangrijkste. En altijd goed instellen op je tegenstander. Want elke team in de keukenkampioen divisie mag je niet onderschatten. En hebben voldoende kwaliteit om het ons ook weer moeilijk te maken. Vrijdagavond om 8:00, Sportpark De Braak in Helmond. Helmond Sport tegen NEC.